journey. This is a journey. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. And a new experience. Kunstnieuws. Aorta, beeldstroom, het kunstcircus van Peter Gielen in het NRC-gebouw zal na een feest op 18 september doorgaan in zijn huidige vorm. En dit was één lange stenen muur. En daarop hebben we enorme borden geschilderd met de aorta, beeldstroom, deelnemersnamen. Nou, het verandert ook elke keer. Wil je deze keur? Was het atelier van Mantje en Vlucht? Ja. Zal je er ook nog een keer? Ja. Hierachter zaten de enorme inktcontainers van de drukpershal. Ja. Dat was een rood vat. Als je binnen stond, zag je dat rode vat staan. Dan had ik hier uit de deur een klein raampje gemaakt, vierkant raampje. En had ik dit geel geverfd. Dat was voor mij dus een abstract werk. Als je dan binnenkomt, dan zag je dat rode vat. En daarachter een geel vlak. Dat gele vlak zit er nog. Dus dit. Driedimensionale minimalistische kunst. De opening. Onze kleding is zo zwart. We hadden dus 3 maanden aan die plek gebouwd. De laatste 3 dagen voor de opening had ik niet geslapen, had ik alleen maar doorgewerkt. Continu doorgewerkt. Een paar uur voor de opening dacht ik, ik wil zelf ook wat bijdragen. Ik had wel werk te hangen, maar ik dacht, ik wil ook nog een performance. Dat was gewoon al eenmaal mijn ding waar ik erg mee bezig was. Die performance heette The Artist Dreaming of His Own Reality. Het ging dus om de droom die ik had en niet om hoe het in realiteit zou uitpakken. En dat was wel Gielen zijn drive. Het moest een spiksplinternieuwe multifunctionele ruimte worden. Dat waren totaal nieuwe fenomenen in de alternatieve kunstscene. En nou, we werden ook niet echt gehinderd door te veel kennis aan verschillende soorten kunsten en hoe we dat historisch moesten gaan doen. De poorten gingen wel open en mensen kwamen binnen en die hingen spullen op. Ja, er waren 600-700 man die eerst in de toos en we wisten niet wat er overkwam. Nou, waanzinnig veel mensen deden eraan mee. We werkten, dat heette, wie bouwen een nieuwe stad. Van, nou, ik had een nummer thuis gehoord van Paulette Schaumburg. Dat was een hippe band, Duitse band uit Hamburg. We bouwen een nieuwe stad. Het was een heel groot landschap. Opgebouwd uit gevonden materialen, radio, interieurs, allerlei andere en heel veel speelgoed. En dat hebben we een soort gecomponeerd, dat was een soort stad, ja. Dit is echt symbool voor de wederopbouw van Nederland. En voor de gaten, de leegte die de oorlog heeft achtergelaten bij veel mensen. Eigenlijk had dit echt een kunstwerk van Mantje en Vlucht kunnen wezen. Uit die tijd, uit 1984, absoluut. Man, zeg het nou zelf. Ja. Zo zag hun werk er ongeveer uit. We staan nu voor Krasnapolski. We gaan nu de Warmoestraat in. We zijn nu pakweg op 500 meter afstand van het NRC, het Aorta-gebouw. En we komen nu in het gebied van de toenmalige concurrentie. Mantje was altijd voor de concurrentie. Die vond de concurrentie, die had inhoud, de Warmoestraat. En wij waren alleen maar, in het slechtste geval, met effect bezig.
Warmoestraat is iets eerder begonnen dan Aorta. De Warmoestraat in het begin moet je ook niet vergissen. Die was van 's middags 12 tot 's nachts 12 open. De kunstenaar zat zelf bij de tentoonstelling. Voornamelijk mensen die hier in de Hoerenbuurt, daar vooral s'avonds rondliepen, die kwamen daar binnen om te kijken. Dus het waren gewoon mensen van de straat, die kwamen daar naar tentoonstellingen kijken. En de discussies die kunstenaars in die tijd met, niet alleen met hoerenlopers natuurlijk, maar ook met andere vrienden en kennissen die daar binnenkwamen, hadden over hun werk. Dat is denk ik het meest interessante wat er is als je kunstenaar bent. Als je terugkijkt naar de Warmoestraat, je ziet oude foto's, dan ziet het er heel romantisch en fantastisch uit. Maar vergis je niet, we hadden altijd onderling discussies en ruzies over hoe het eruit moet zien, wat wel en niet moet. Als wij met de band speelden, was ook altijd, en we traden wel op met z'n vieren, maar daarvoor was ook altijd oneenigheid over hoe het er nou precies uit moest gaan zien. De regel, keiharde regel in de Warmoestraat is ook dat wij, en het is geloof ik ook nog nooit gebeurd, dat wij niet willen dat curatoren of mensen die kunstgeschiedenis studeren, niet dat ik daar wat op tegen heb hoor, die zijn heel belangrijk in de kunstwereld, maar dat die tentoonstellingen organiseren, omdat een kunstenaar fundamenteel een ander idee heeft, ook een slechte kunstenaar, ook een hele goede kunstenaar, hoe een tentoonstelling georganiseerd moet worden dan een curator of iemand anders. Dit is het affiche van Koninginnedag wat ik toen gedrukt heb. Hier staat Kraak, de kroning. Dit is van Biedekoff, lijst 8, de reagering. Ik denk wel dat Aorta en zeker Peter Gielen veel meer op de korte termijn altijd dacht. Peter die had altijd al twee journalisten klaarstaan die een artikel schreven over een tentoonstelling die nog ging komen in Aorta. En ik zei altijd van nee, ik nodig niemand uit. Als de tentoonstelling er is, dan kunnen mensen kijken. En als ze het goed vinden, dan kunnen ze er dan over schrijven. En Aorta had ook al veel sneller contact met curatoren en met mensen die wat bekender waren in de hele kunstwereld, zeg maar, waardoor ze ook veel meer reclame en artikelen in kranten kregen. En als Warmoestraat wilden we dat eigenlijk helemaal niet, want we hadden het idee, of ik had zelf het idee van, als je wat wil veranderen, dan moet je je eigen koers varen.